Een 35-jarige politieman heeft maandagavond zijn twee kinderen van 8 en 12 jaar doodgeschoten. Ook de agent zelf is overleden, dat meldde justitie. Het gaat om een politieman van de eenheid Rotterdam. Het drama speelde zich af op de Heimerstein in de wijk Sterrenburg. De 28-jarige moeder is zeer zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand noemde de politie zorgwekkend. De burgemeester reageerde geschokt op het drama. Nou, zoals u ziet is de wijk afgezet. Er heeft hier vanavond een schietincident plaatsgevonden. Met zoals het er nu voor staat 3 dodelijke slachtoffers en een zwaar gewonde. Heel heftig. Het is een hechte wijk waar mensen elkaar goed kennen. Waar kinderen bij elkaar komen, spelen, bij elkaar in de klas zitten. Waar ouders samen feestjes vieren. Iedereen kent elkaar en met de bewoners die ik nu heb gesproken, daar merk ik een soort gelatenheid. Sommigen zijn een beetje in shock, lijkt me wel. En dat begrijp ik ook heel goed, want het is echt wel heel heftig wat zich hier heeft afgespeeld. Ja, wat gaat er nu verder nog voor u gebeuren? Nou, ik ga straks nog even terug achter het lint en kijken of er nog bewoners zijn die behoefte aan hebben om het gesprek aan te gaan. En ik ga kijken met de politie of er voldoende capaciteit is op het gebied van slachtofferhulp. Alles wat de gemeente nog zou kunnen doen om de mensen in ieder geval eventjes te steunen in deze heftige kwestie.